Het is mij een genoegen, geacht publiek, u van harte welkom te kunnen heten in de Canto voor een bijzondere avond onder de veelzeggende titel Het verdriet in vertaling, literaire dialoog tussen Nederlands en Afrikaans. Zoals het programma vermeldt, werpen auteurs, vertalers en academici een licht op Hugo Claus Het verdriet van België in vertaling en op de levendige literaire dialogen tussen het Nederlands en het Afrikaans. Dit evenement is een samenwerking tussen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent, de vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent, de Canto, de Taalunie, het Gents Afrikaans Platform, Literatuur Vlaanderen en de Vlaams-Zuid-Afrikaanse Vereniging. Het is goed en passend dat deze avond plaatsvindt in het gebouw van deze Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Niet zozeer omwille van het iets wat barokke en pompeuze karakter van deze ruimtes, maar wel omdat de Canto de zorg en de promotie van de Nederlandse taal en letteren tot haar kerntaak rekent. Daarom ook heeft zij een kanon voorgesteld, tot twee keer toe zelfs, een lijst met essentiële teksten, teksten die ertoe doen. Altijd weer is die kanon gecontesteerd, maar het rumoer en het gekibbel daarover doen ons eigenlijk deugd, want zo komen literaire werken nog eens ter sprake. Hoe dan ook, ik heb nog nooit een dissidente of afkeurende stem gehoord over de plaats van het verdriet van België in die kanon. Wat de rechtmatigheid ervan bijzet. Ik bedoel, de plaats van het verdriet. Hoe ziet deze avond eruit? Een welkomstwoord door Leen van Dijk hebt u bijna gehad. Zometeen wordt u vergast op een vraaggesprek tussen Yves Tjo en de vertaler Daniel Hugo. Een hommage van Tom Lamba aan Hugo Claus en een panelgesprek tussen Martina Vitakova, Alfred Schaffer, Tom Lamba en Saskia de Koster over de literaire banden tussen de Lage Landen en Zuid-Afrika. Aan en afsluitend kunnen we napraten bij een drankje. Een heel aangename en leerrijke avond gewenst. Dames en heren, op mijn beurt heet ik u van harte welkom in de Canto van deze Claus-nocturne, die meer is dan een avond over het verdriet van België in Afrikaans. Zoals aangekondigd hebben we met drie prominente schrijvers over het literair grensverkeer en met een technischer term de tekst- en cultuurtransmissie tussen Afrikaans en Nederlands een gesprek. De vlag waaronder we vanavond varen is, zoals Leen al zei, het verdriet in vertaling, literaire dialogen tussen het Nederlands en het Afrikaans. Laat deze dagen trouwens een symposium plaatsvinden in Brussel, waar collega-vertaalwetenschappers van de Universiteit Stellenbosch spreken over de Afrikaanse vertaling van het verdriet van België. Eindelijk is er dus aandacht voor Claus' meesterwerk in de al even meesterlijke vertaling door Daniel Hugo. De uitgave door Protea Boekhuis dateert immers van 2020. Wij voegen vandaag een dimensie toe aan die meer vertaalwetenschappelijke benadering in Brussel. Dames en heren, laat mij het in deze inleiding vooral even hebben over Hugo Claus. Over het publieke optreden van Claus in Zuid-Afrika, zijn in vergelijking met passages van andere Vlaamse schrijvers, onder wie Karel Jonkheere, Herman de Koning en ook Eddy van Vliet, niet zo bijster veel gegevens bekend. De meest informatieve tekst is van de hand van Daniel Hugo, de productieve vertaler
van Nederlandstalige literatuur in het Afrikaans. Een tekst die hij publiceerde in South African Theatre Journal in september 1997. Laat ik het eerst over een hardnekkig misverstand hebben over Klaus en Zuid-Afrika. In 1996 organiseerden Breite Breitenbach en Martin Mooi van Poetry International samen met Francis Galloway, Zuid-Afrikaanse academica en Breitenbach-specialist, die de praktische organisatie op zich nam, een rondreis van Nederlandse en Vlaamse schrijvers in Zuid-Afrika. Het gezelschap bestond uit H.C. ten Berge, J. Bernlef, Marion Bloem, Herman de Koning, Geert Ruidaan, Geert van Istendaal, Simon Vinkenoog en Eddie van Vliet. De tour is gefinancierd door de Taalunie en de stichting Poetry International. Optredens hadden plaats in Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Oudshoorn, KKNK, het Klein Karoo Nationale Kunstenfestival, zo heet het, en Durban. Enige tijd ging ook ik ervan uit dat Hugo Claus deelnam aan die vele optredens. Echter, hij was geen deel van het gezelschap, zoals sommige anekdotische notities nog steeds stellen. Dus dat moet worden rechtgezet en ik doe het bij deze. Claus verbleef pas een jaar later voor het eerst en ook de enige keer in Stellenbosch, in 1997 dus, het jaar van Herman de Konings overlijden, naar aanleiding van de Vlaamse Week, georganiseerd door de Universiteit Stellenbosch en op uitnodiging van de Vlaamse Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting. Het was ook meteen zijn enige passage, zoals gezegd, aan de zuidelijke punt van Afrika. Het departement Drama van de Universiteit Stellenbosch, onder leiding van professor Tempel Hauptfleisch, zorgde bij die gelegenheid voor een reprise van de theatertekst Een bruid in die morgen, een bruid in de morgen. De tekst was al in de jaren 50 opgevoerd. Ik spreek er aan het eind van deze introductie nog even over. Wat de schrijversperformance in Zuid-Afrika precies behelst van Claus is niet helemaal duidelijk. Het moet nog verder te achterhalen zijn in plaatselijke archieven, werk voor Mart Schavers dus, de biograaf van Claus. Ook de plekken waar de schrijvers tournee heen trok, is denk ik verder nog te reconstrueren. Feit is dat de Zuid-Afrikaanse dichter-journalist Daniel Hugo in 1997 tijdens Claus schrijversverblijf in Stellenbosch een radio-interview voerde met de auteur. Die tekst is in het theaterjournaal opgenomen. Het is de neerslag van Daniels interview met Claus. Daniel vertelde mij onlangs, toen ik op bezoek was in het pittoreske Karoo-dorp Prins Albert, dat Claus in Zuid-Afrika niet meteen een celebrity was en dat de aandacht van de plaatselijke media nogal beperkt bleef, om het eufemistisch te zeggen. Daniel voerde het enige gesprek trouwens toen met Hugo Claus. En die neerslag is interessant om te lezen, maar daarover heb ik het nu niet. Met behulp van commentaren door Daniel Hugo, Francis Galloway, de criticus Jean Meyring en ook de Nederlandse auteur H.C. ten Berge, kon ik voor deze gelegenheid enkele literatuurhistorische puzzelstukken leggen die de banden tussen Claus en Zuid-Afrika documenteren. Claus was, volgend op de passage in Stellenbosch in 1997 dus, door Breiten Breitenbach, Martin Mooi en Francis Galloway uitgenodigd voor een optreden op Poetry Africa, vermoedelijk in Durban. De vriendschap met Breitenbach is terug te voeren op die ontmoeting. Dames en heren, sta mij toe ook iets kort te vertellen over de band tussen de vertaler Daniel Hugo en het verdriet van België. Ik sprak er recent over met Daniel op uitnodiging van SASNEF in Binance, de Zuid-Afrikaanse stichting voor Nederland en Vlaanderen. De opname van het gesprek van zo'n anderhalf uur kunt u makkelijk terugvinden op YouTube, meer bepaald op het kanaal van SASNEF. Ik vat het hier dus niet samen. Laat mij toch toe één anekdote te vertellen. In de beschouwing van Daniel Hugo over Hugo Claus, in april 2017 in de Kaapse krant Die Burger, wordt een briefje geciteerd dat door de toenmalige, ijverige Zuid-Afrikaanse beursstudent aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1983, het jaar van het verdriet van België,
aan de Vlaamse schrijver is gericht. Daarin haalt Daniel een frase aan, ontleend aan het magnum opus, waarin een verwijzing staat naar het Afrikaans, zelfs naar de Afrikaner boer, namelijk de uitspraak punt in die wind. Klaus heeft overigens nooit gereageerd op het briefje van die enthousiaste Zuid-Afrikaan over zijn lectuur van het verdriet. De aandacht van Daniel Hugo voor het uiveren van zijn naamgenoot Hugo, zo getuigt hij, is wellicht aangewakkerd door een collegereeks die de bekende hoogleraar John Kannemeyer in Stellenbosch leidde aan het toneeluiveren van Hugo Klaus. Die referentie roept een andere literatuurhistorische feit op. In de uitgavereeks van de Zuid-Afrikaanse uitgeverij Human & Rousseau, getiteld Literatuur van die lage landen, is naast werk van Willem Elschot, Marnix Gijzen, Helle Haase, W.F. Hermans en bijvoorbeeld ook Harry Moelisch, een Bruid in die Moren van Hugo Klaus opgenomen. Die uitgaven waren bestemd voor schoolgebruik in Zuid-Afrika en voor academisch onderwijs. Nogal wat studenten Afrikaans-Nederlands hebben die boekuitgaven moeten lezen. Jan Rabi, pionier van de beweging van 60 in Afrikaans en mentor van onder andere Breiten Breitenbach, verzorgde de vertaling van Klaus' toneeltekst. Klaus, die de tekst in 1953 had gepubliceerd, waarvoor hij trouwens ook de Belgische Staatsprijs voor toneel ontving. De jonge actrice toen, Wilma Stockenstroom, later kanonieke literaire stem in Afrikaans, auteur van die Kremetart-expeditie door John Coetzee in het Engels vertaald, speelde eind jaren 50 mee in het gezelschap in Stellenbosch. De opvoeringen hadden plaats in opdracht van de National Theatre Organization en NTO Kamertoneel, overigens onder de directie van ook een Vlaming, een Vlaams theatericoon, Tone Brulin. Een Bruid in die Moren stond onder de regie van de Zuid-Afrikaanse theaterlegende Ethel Fugard en is op het eind van de jaren 50 meermaals gespeeld in Kaapstad, in Belleville onder andere. Tone Brulin, Hugo Klaus en Ethel Fugard hebben elkaar wel vaker ontmoet en waardeerden elkaars werk. Zo vertrouwde Ethel Fugard mij enkele jaren geleden toe. En ook nog later is die tekst door Jan Rabi vertaald, gespeeld in meerdere Zuid-Afrikaanse schouwburgen. Ik verwees er al naar, toen Klaus in 1997 in Stellenbosch was, is zijn Bruid in het Afrikaans weer op het podium verschenen in de vertaling door Jan Rabi, overigens nooit gepubliceerd, die vertaling, daar moet misschien ooit werk van gemaakt worden. Dames en heren, over Klaus en Zuid-Afrika valt dus wel wat te zeggen. Bijvoorbeeld de passages in de kunstenaarsroman Een zachte vernieling, waarin onder andere Jan Rabi, die Zuid-Afrikaanse vriend van de vijftigers, optreedt. Maar dat is weer een ander verhaal en dat zou mij nu te ver leiden. Dames en heren, het is voor mij een voorrecht. Namens collega's Martina Vitachkova en Bram Lambrecht, namens de vakgroepen Letterkunde en Vertalen, Tolken en Communicatie, drie eminente schrijvers aan u voor te stellen, hoewel ze weinig introductie behoeven. Saskia de Koster, Tom Lanois en Alfred Schaffer waren zo vriendelijk op onze uitnodiging in te gaan. Saskia's roman Nachtouders is door Christine Barkhuizen-Leroux in het Afrikaans vertaald. Naledi geeft het boek uit in de loop van dit jaar, heb ik dat net nog niet bevestigd, Saskia. Helaas is de vertaalster te vroeg gestorven, zodat de geplande uitgave in Zuid-Afrika enkele jaren vertraging heeft opgelopen. En Saskia was eerder al te gast in Zuid-Afrika, meermaals misschien zelfs. Op uitnodiging onder andere van het Vrijstaatse Kunstenfestival in Bloemfontein, toen we elkaar daar hebben ontmoet. Over Tom Lanois' banden met Zuid-Afrika hoef ik natuurlijk weinig te vertellen. Het is allemaal voldoende gekend. Daniel Hugo vertaalde vier titels van Tom. Een slagerszoon met een brilletje, Sprakeloos, Kartonnen dozen en Gelukkige slaven. Voor de Afrikaanse vertaling van het moederboek ontving hij van de Zuid-Afrikaanse Academie voor Wetenschap en Kunst, ik bedoel Daniel Hugo, de prestigieuze vertaalprijs. En ook het jaar daarna, voor zijn vertaling van Oorlog en Terpentijn van Stefan Hermans, kreeg Daniel die onderscheiding.
heel bijzonder. Anki Jordan vertaalde de toneelteksten Mama Medea en Koningin Lear in Afrikaans. En Basson vertaalde ook nog Bloed en Rozen in Afrikaans. En over Alfred Schaffer hoef ik ook al niet uit te wijden, denk ik. Hij is dit semester gastdocent in Gent, aangesteld in Stellenbosch, geregeld docent bij UWK, veel geprezen dichter, vertaler van onder meer Ronel de Kamfer, Anki Kroch en John Phillips, binnenkort ook Marleen van Niekerk, die trouwens de vijfde leerstoelbekleder Zuid-Afrika in Gent zal zijn in 2023, mag ik hier meegeven als primeur. En bovenal is Alfred een bruggenbouwer tussen Afrikaans en Nederlands. We mogen u kortom, dames en heren, een uitmuntend gezelschap voorstellen vanavond. Collega Martina Vitachkova modereert het gesprek over de Afrikaanse vertaling van Het Verdriet van België bij uitbreiding over de literaire wisselwerking, de uitwisseling tussen Afrikaans en Nederlands. Helaas moet Daniel Hugo vanwege privéomstandigheden verstek geven vanavond. Maar we maken het komend jaar beslist goed, wanneer Trace, Translation and Culture, en de vakgroep Letterkunde samen een symposium plannen naar aanleiding van 40 jaar Het Verdriet van België. Ik ben ook heel blij dat deze geschiedenis, mijn collega van VTC, en ook de voorzitter van Trace hier vanavond aanwezig is. Ik nam in Prins Albert voor vanavond een gesprek op met de vertaler Daniel Hugo, waarmee we deze nocturne ook zullen starten. Vervolgens, dat zei hij al, brengt Tom een hommage aan de meester en hij leest een paar fragmenten voor, onderstel ik, uit de Nederlandstalige en de Afrikaanse versie van Klaus Magnum Opus. Martina tenslotte leidt dan een panelgesprek over vertaling en culturele uitwisseling. Tot slot, en dat zei Lien ook al, maar ik wil het toch nog eens beklemtonen, tot slot wil ik de collega's van Trace van harte danken voor de fijne samenwerking. Het is niet de eerste keer. Verder ook Taalunie, Literatuur Vlaanderen, de faculteit Letter en Wijsbegeerte, het Gentse Afrika-platform, Gentse Onderzoekscentrum Afrikaans en de Vlaams-Zuid-Afrikaanse Vereniging, hier vertegenwoordigd onder andere door Frank Hudo. Met andere woorden, heel veel dank. Welgemeende dank dat jullie dit mee mogelijk hebben gemaakt. En ook de websites, Nederlandistiek bijvoorbeeld, of Litnet en Voertel, en ook het Zuid-Afrika-huis, tegenwoordig door de directeur Angelie Sens. Zij hebben ook dit mogelijk gemaakt door promotie te maken voor dit evenement. We danken tot slot de Kantel. We danken haar voor de genereuze ontvangst en de gelegenheid van deze grote vergaderzaal gebruik te maken, aansluitend dan ook voor de receptie die in de salons zal plaatsvinden. Het gesprek wordt vanavond opgenomen op algemeen verzoek van collega's en vrienden in Zuid-Afrika. Dank voor de technische ondersteuning aan Judith, aan Thomas en Nicola. Mij rest u tot besluit van deze inleidende beschouwing een fijne, sprankelende, fonkelende avond.